De gele loper lag vrijdag uit in Rosmalen voor de bezoekers van de presentatie. Binnen werden de 25 renners van de wielerploeg gepresenteerd, onder wie drie Brabanders. Steven Ruiswijk. Moreno Hofland. Mark Goos. De presentatie was een waar mediaspectakel en een mooi moment voor de renners om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. Wij stelden onze troeven drie belangrijke vragen. Ja Mark, waar wil je komend seizoen absoluut in beeld rijden? Welke wedstrijd? Ja, dat weet ik niet. Ik ga al de grote wedstrijden, maar ik loop op dit moment nog met het blessure. Dus ik wil eerst zorgen dat die blessure eventjes in orde komt. In de Giro, ja. Milan Sanremo, Gent-Wevelgem en Ronde van Italië natuurlijk. Vraag 2. Ja, de Tour start het jaar in Nederland. Ben je erbij? Lastige vraag, ja. Ik zou het niet weten, nee. Ik hoop het wel. Nou, ik ga er gewoon voor zorgen dat ze niet om mij heen kunnen en dat ik daar gewoon aan de start sta. Nee, ik denk het niet. Ik ga mij voorbereiden op de Giro, de Ronde van Italië. En dat is eigenlijk een beetje mijn piekmoment in het voorjaar, dus daar gaat de Tour niet bij passen dit jaar. En je hebt een mooie Jumbo sticker op je shirt. Moet je nu ook verplicht boodschappen doen bij de Jumbo? Nee, ik denk het niet, maar het is wel een goede supermarkt, dus ik ga er wel vaak heen nu. Ze hebben ons geen verplichtingen opgelegd. Ja, dat deed ik eigenlijk al, dus blijf gewoon lekker doen.